Zou je het nog een keer doen? Maar ik heb toevallig wel een aanbod gehad. Dus... Doe nou eens normaal, Harry. Het antwoord hierop is nee. Nieuws. Ik kom net terug van het front in Oekraïne. Maar je hebt nogal een rit achter de rug gehad. Vertel, wat is er gebeurd? Ik rijd eigenlijk richting Kiev. En de navigatie die stuurde me daar eigenlijk de verkeerde kant op. Ja, ze hebben daar al die wegen afgezet. Dus ik rijd een beetje in de ronde. En op een gegeven moment, toen reed ik dus een weg in en ja, daar mocht ik dus eigenlijk niet in. Daar hadden ze een brug kapot geschoten en ik denk, nou, daar maak ik even een fotootje van. En toen wou ik terug en er stonden ineens allemaal soldaten. Dus ik denk, wat is dit, joh? Dus ik stopte gewoon al met mijn paspoort zo. Ik denk, ja, die willen mijn paspoort waarschijnlijk zien. En nou, daar kreeg ik de kans niet voor, want ik ben meteen uit de auto gesleurd en op de asfalt gedrukt. En ze dachten dat ik aan het spioneren was. Maar toen gingen ze mijn auto onderzoeken. Ik had zo'n kruisboogje mee en ik had nog zo'n holster mee voor een pistool, laat me zeggen. Maar eigenlijk voor een BB-gun. Mm. Maar ja, dat vonden ze allemaal. En mijn lege kisten, die leken dan volgens hun weer op Russische of lege schoenen. Ja, en ik had dan die tattoos en zo. En ja, hun vonden dat er Russisch uitzien. Dus ja, dus dat was niet zo grappig. Dus hun namen zo, ah, Russisch. Nee, Holland. Ik probeer alleen maar te helpen. Maar ja, dat mocht niet baten. Dus ja, toen deze zakken over mijn hoofd heen. Werd helemaal ingetaped. En hand om mijn rug en handboei om. De tape, dat zat zo strak. Ik dacht als dat ik Nokia ging en hun namen, ja, Russisch. Dus op een gegeven moment kreeg ik een paar trappen met deze pistool tegen mijn hoofd aan zetten. En maar ik kon dat niet zien, maar ik voelde het wel, want ik had die zak over mijn hoofd. Maar op een gegeven moment hoorde ik zijn geweer doorladen. En toen dacht ik even, ja, ze zullen me toch niet de plekken gaan afschieten. Ja, ik krijg nog gewoon kippenvel als ik erover heb. Ja, dat geloof ik. Ja, ze zullen me toch niet de plek hier afschieten. Ik denk, nou, ik denk als het dan is, ik hoop maar dat ze me dan maar meteen door mijn hoofd heen schieten, als ik heel eerlijk ben. Ja, toen kwam de politie. En ja, toen begon alles weer opnieuw. En wat dan? Dus, ja, toen moest ik mee in de politieauto. Na heel lang verhoor, toen kwamen ze ja, toch eigenlijk wel achter dat ik niet... Dat je een good guy was in plaats van een bad guy. Ja, dus, de volgende morgen ben ik gaan rijden. En ben ik in één keer doorgereden naar de grens. En nu ben je hier. Ja, nu ben ik hier weer. Ja. Ik zeg, bel me even als je over de grens bent. Stuur een appje, een duimpje, maakt me niet uit. Als ik kom zo snel mogelijk naar Nederland. Ja, en toen belde hij de volgende dag naar mijn man dat hij dus in Polen was, in het hotel. En toen dacht ik van, ach, mooi. Arie, je bent erheen gegaan om te helpen. Hè? Je wilde helpen in Oekraïne. Je hebt alles opgezegd, je huis opgezegd, je baan opgezegd. Je bent veel eerder terug dan dat je had verwacht. Ja. Je hebt ook niet kunnen helpen. Wat nu? Ja, wat nu? Dat weet ik niet eigenlijk. Ja, ik heb mijn eigen zaak ook nog. Dus ik heb nog... Maar waar ga je wonen? Ja, ik ga bij mijn vrienden even in. Vrienden voor het leven. Hij had goede bedoelingen, hè? Dat vergeten mensen heel veel. Ja. Dat hij wou helpen. Hij had een grote bek, maar hij deed het wel. En er zijn er zoveel die achter een toetsenbordje een beetje de held uithangen. Met al wat erg. Maar hij heeft wel echt de klomp aangetrokken en gewoon die kant op gegaan. Ik vind het natuurlijk vreselijk voor je wat je hebt meegemaakt. Maar achteraf, was dit dan wel zo slim om totaal onvoorbereid naar Oekraïne te gaan? Nee, misschien niet. Ja, misschien als ik bij Kiev aan was gekomen, was het anders gelopen. Maar ja, dat heb ik net niet gehad. Dus... Zou je het nog een keer doen? Maar ik heb toevallig wel een aanbod gehad. Dus... Doe nou eens normaal, Harry. Het antwoord hierop is nee. Nou ja, ik heb van iemand gehad, die heeft me wel een aanbod gedaan. Die zegt van, als je nou voorbereidt, gaan we goed voorbereiden met z'n allen. Dus ik heb er wel over na zitten denken, maar ik ga eerst even chillen, even lekker niks doen. En zo dadelijk een heerlijk koud biertje open trekken. Ja, zeker. Nou, dat had ik al stiekem gedaan in de auto. Mag je eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Nee, zou ik niet doen. Harry, waar wil je op proosten? Op het goede leven in de zon. Ja, precies. Ja. Op terugkomst. Zeker. Proost, mensen. Ja, proost. Het is best vroeg eigenlijk om aan het bier te zitten, niet? Ja, het is 12 uur. Weg. Ik kan gewoon. Ik heb er al een paar uurtjes op zitten. Ja.